Gezondheidsminister Amara Madin zegt dat berichtgeving over een mogelijke sluiting van afdelingen bij het 's Lands Hospitaal niet klopt. Op sociale media verschenen berichten dat de afdeling gynaecologie geen middelen heeft om draaiende te blijven en dreigt te sluiten. De minister geeft aan dat de leiding van het ziekenhuis hem zelf heeft gevraagd van waar het nieuws komt. Het 's Lands Hospitaal bijvoorbeeld, gaat er een bericht rond, mensen gaan weer zeggen dat deze minister de media aanvalt. Er gaat een bericht rond op GFC nieuws, ik ken dat medium niet, ik weet alleen dat er heel vaak onwaarheden worden gepubliceerd. GFC nieuws publiceert gisteren een artikel, de verloskamer van de gynaecologie. Of de gynaecologie van het 's Lands Hospitaal dreigt te sluiten, et cetera, et cetera. Nou, je gaat ervan uit. Men heeft navraag gedaan en men pompt een bericht in de social media of in de media. Vanmorgen word ik door de medisch directeur van het 's Lands Hospitaal gevraagd, minister, komt dit van u? Want wij weten hier niets van. Er zijn uitdagingen, overal, op alle afdelingen. Maar er is geen sprake van een dreiging, want er is nooit een overleg, een crisisoverleg geweest in het 's Lands Hospitaal hierover. De minister geeft verder aan de ziekenhuisdirecteur te hebben gevraagd om de berichtgeving te ontkrachten. De directeur hoeft niet op het ministerie te wachten om dat te doen. Wanneer ik directeur van het ziekenhuis zou zijn en er zou iets gezegd worden over het ziekenhuis, voel ik mij verantwoordelijk als directeur van het ziekenhuis om te zeggen hoe het precies is. En ik zal dat ook blijven doen als minister voor de ziekenhuizen die dat niet doen, maar ik neem wel mijn verantwoordelijkheid. Ik zeg dit nogmaals, we hebben gisteren een meeting gehad met APLAS. 2 uren, het heeft tot niets geleid, het heeft alleen maar verergerd. De consequenties zijn ook daar meegedeeld tijdens die meeting van luister, als het verscherpt wordt, kunt u verwachten dat ik u naar de rechter sleep. Want er zijn hier, de feiten zijn hier op tafel neergelegd, u sluit uw ogen voor die feiten, u vertelt een ander verhaal aan het personeel. Ik vind het jammer dat het personeel van AZP op deze manier geïnformeerd wordt door de bond. Ramadin zegt verder dat de verschillende stakingen bij de vakbonden te maken hebben met welke vakbond strijdbaar is en welke niet. Er moet worden gekeken wat de bonden precies doen.